welkom bij Dynamite Magic Shop product update 129. 129, oftewel september 2021. Je hebt ons moeten missen in juli en augustus. We hebben ook veel vragen gehad. Wanneer komt de video? Ik heb geen video gezien. Maken jullie geen update meer? Ik heb iets gemist. Nou, ik heb het wel gepost destijds op Facebook. Maar natuurlijk niet iedereen kijkt Facebook. Dus we hebben in de zomermaanden, toen had Leon een keer vakantie, had ik een keer vakantie. Er zitten ook wat dingen bij die je met z'n tweeën moet doen, waar iemand moet kiezen. En dat is alleen niet zo handig als je daar een update mee opneemt. Dus we hebben gewacht. Het enige nadeel van wachten is dat het aantal spullen die we hadden om uit te kiezen opliep tot nagenoeg 150. In 3 maanden. Dat zijn het aantal nieuwe spullen die we de laatste 3 maanden zo ongeveer hebben toegevoegd. Niet normaal. En er staat alweer van alles voor op de website. Ja, en er staat nog meer klaar op wat op de website moet, maar niet alles tegelijk. Waarschijnlijk als je dit ziet, nou als goed zie je dit vanavond. Dit is het vanmorgen opgenomen, maar misschien staat er al meer op de website dan nu erop staat. Dat ligt eraan hoe druk het vandaag gaat worden. Maar we hebben een volle update. Dus ik ben benieuwd, want mijn stoel hier ligt vol en Leon's stoel daar ligt vol. Dus hou je vast. Ik hoop dat er niks van afvalt, zo vol ligt hij. Ik heb hier een papieren zak erin. Ik ben benieuwd. En in deze zak heb ik een kubus. Ik weet niet of je het kent. Ja. Ik heb ook een glazen. We hebben meer trucs met kubus, hè? Glazen potje. Ja. En het toffe is, als ik het glazen potje in de zak zet, op deze manier. Ja. En ik pak de kubus. Ja. En doe de kubus in de zak op deze manier. Dan kun je namelijk iets heel tofs doen. Ja. Daarop. 1, 2. Oké, er is iets stuk op de kubus. Nee, mooi is René, ik zal je laten zien. Als je de pot eruit haalt, dan zie je dat de kubus helemaal in de pot zit. En dit product is Cube in Bottle bij Henry Harris. Super leuke truc. Ja, maar hoe? Je zet hem er langs, je deed zo. Ja, ik weet het mooi. Niet werkt natuurlijk, maar ik doe even zelf. Ik moet een beetje verbaasd zijn. Dit is voor de toeschouwers ook. Ik ben zelf ook verbaasd, René. Ik heb het niet gedaan. Ja, en wat te gaaf is, als jij optredens hebt op goede plekken, weet je wel, waar je denkt, hier reken ik wat extra's ervoor. Kun je zeggen tegen de mensen, alsjeblieft, neem me mee. Ja. En dan denk je nu, paniek, want dan kan ik mijn truc niet meer doen. We hebben de truc. Ja, en we hebben de refill. Kan de klare truc kost €165. Krijg je ook nog een extra kubus erbij. Ja. Voor een tweede effect, want je kan meerdere routines gaan. Dit is de basisroutine. Ja. Je kan mensen ook laten kiezen. Wil je, ik heb een gemixte kubus, ik heb een opgeloste kubus. Kies er maar één, enzovoort, enzovoort. €165 voor de basisset. Dus helemaal compleet. Daar hoef je niks meer te kopen. Maar, als je dit gaat weggeven, dan kost het je elke keer €15 voor een refill. Of de klant, je moet gewoon wat meer vragen. Ja, dan kan je natuurlijk je shop doorberekenen. Kijk, en het zit er echt in. En als je denkt, wat gaaf, kubus in een potje. Ja, €15, je hebt een kubus in een potje, zet je in je huiskamer neer. En al je vrienden die komen zeggen, kubus in een potje. Die wordt ook al verkocht onder de naam Impossible Bottle. En ik heb ze nog nooit eerder gezien voor zo'n lage prijs, als je het op die manier bekijkt. Dus dat is de Cube in Bottle Refill. Ja, echt heel vet hadden wij die dingen. Heel vet. Ik pak ook iets willekeurigs, even geen truc, maar ik heb hier de TCC Professional Magic Wand. Ja, ik vind het ook heel mooi. We hebben meer producten van TCC, het staat ook al ingegraveerd, die kunnen mensen waarschijnlijk zien. De camera staat hier TCC, present hier ook. Prachtige houten stok. Wil je voor de wandspin? Ja, ik doe de wandspin niet mee. Zie? En voor deze eventueel? Zie, dat, ik of voor allebei? Mooi gebalanceerd. Van hout met zware uiteinden, dus niet gewoon een plakkertje erom. Het is echt gewoon, het zijn echte degelijk, zeg maar. Mooie goochelsok. Professional Magic Wand heet dit. Ik spiek even op de prijs. We hebben zo'n lange lijst hier nu voor ons liggen. €16,95. Yo, dat heb je snel gezien. Ja, oh ja, onderaan. Ja. Ja, dat is makkelijk inderdaad. €16,95, goed. Bij de hand, het is nog vroeg. €16,95 inderdaad, niet duur. Nee. Voor de Professional Magic Wand van TCC kun je die gebruiken bij al je goocheltrucs. Of als je een bekerspel doet.
dan wordt er veel van gebruikt. Dat was je bij de bij Widget, of als je bij de dingen zet? Bij de twirling dingen. Dat kan natuurlijk ook. Je hebt professional magic wand. En als je dan toch gaat goochelen met een magic wand en met cups en balls en alles, dan heb je natuurlijk iets op een ondergrond nodig. Nou, we hebben hier iets. Hey, eerlijk gezegd, ik heb het nog niet uit de koker gehad. Ik zou je eerlijk zeggen, ik heb hem nog niet uit de koker gehad. Nee, ze gaan nu. Het is een soort van unboxing. Oké, dan moet je even wat een longenkap loslaten daarna, denk ik. Zo. Nou, ben ik benieuwd. Ik ook. Oh. Zo. Ja, oké, de naam klopt. De naam klopt wel. De. So do you. Hij heet namelijk The Giant Close-Up Pad van Vanishing Ink. Nou, Giant, dat is hij, dat kun je al zien. De mat gaat gewoon van links naar rechts. Dan denken jullie, hé, hey, die moeten jullie gebruiken voor jullie updates. Maar we hebben ontdekt dat zwart geen ideale kleur is om updates op uit te voeren. Mocht je nu van boven kijken, dan laat ik het even zien. Dan zie je precies waarom. Je ziet mijn hand niet zuiver. Waarom? Omdat die camera niet kan scherpstellen op het zwart. Ja, prachtig. Kijk, als het goed is, kun je gewoon opschommelen. Ja, zeggen ze ook, je kan er alles mee. Ik zou het niet doen, maar je kan wel. Ze hebben een hele mooie mat, zacht zwart materiaal, voor €43,95. Je kan hem met stoom reinigen, staat er ook nog, als het moet zijn, warm water kun je nog reinigen. Keep it rolled or flat. Ja, dus dat zullen we altijd zeggen, dus in principe, als je hem oprolt, we gaan proberen hem terug in de koker te krijgen, dat zal wel een uitdaging worden, denk ik. Alhoewel, hij zal weer aan elkaar springen, denk ik. Zo. Rol altijd de mat op met een mooie kant buiten. Dat is sowieso, dat zeg ik ook altijd. Dat is misschien niet logisch, want je denkt, dan wordt die vuil. Maar het is om te zorgen dat je niet van die rare kreukels in je mat krijgt. Oh, dat was makkelijk. En dan springt hij natuurlijk open in de koker. Ja, zie. Gebruiksaanwijzing erbij. En deze mat, €43,95 mensen. Dat is niet eens veel. En je kan natuurlijk ook, als je zegt, ik wil niet zo'n grote mat, deze mat kopen en daar kleinere matten van maken. Kan ook, hè. Ik bedoel, je bent niet gebonden aan... aan één grote mat. Je kan natuurlijk ook gebruiken om een kleinere mat van te maken. En dat is helemaal een koopje. Want hier haal je gewoon 3 gewone close-up matten uit bijna. Niet van deze grote, maar normale matten. Ik denk dat je er 3 uithaalt. Heb je voor nog geen €15? Je had hem mee nodig, hè? Ja, maar ja, weet je wel, als je een oppervlakje hebt, je gooit er veel. Mensen zetten er een keer een glas drank bovenop. Dan kan je mat al snel om zeep geholpen zijn, zeg maar. Giant close-up pad. €43,95. Dan heb ik hier nog een mooi boekje. De Kill-Je Uitslag, heel mooi effect, zonder elektronica of andere gimmicks. Wat is het effect? De effect is, je vraagt iemand een munt om in een van de handen te doen achter de rug. Wacht even, kan elke munt zijn? Ja, zolang het in de hand past. Oké, nou is het niet dat je een magnetische munt, een speciale munt of iets met een chip erin? Nee, een gewoon een normale munt. Oké, ja. Je vraagt de toeschouwer om de munt achter zijn rug te houden. Jij gaat 2 vragen stellen. Je gaat vragen of de toeschouwer wil kiezen of die blijft liegen of de waarheid gaat spreken. En de toeschouwer mag zelfs achter de rug nog wisselen. En jij weet exact in welke hand de munt zit en of de toeschouwer de waarheid spreekt en of liegt. Dat is dus een heel mooi effect. Ja, ja, tof hoor. En als jullie meer hiervan wil weten, volgens mij verkopen we Elsden. Ja. Als ik het goed heb. Daarom wordt nog een andere versie uitgelegd waar je dus bijvoorbeeld 5 toeschouwers hebt. Iedereen van die toeschouwers weet wie de munt heeft. En dan ga jij als goochelaar zijnde of mentalist aan iedereen vragen stellen. En daaruit weet jij ook wie welke munt heeft. Dus dat is een andere truc, dat is Elsden. Of L3-ton. Ja, Elsden, ja. De Kill Je Hustler. €32,95, een hele goede routine. Bespaar je al elektronica gadgets. Als je dit gelezen hebt en je weet hoe het werkt, dat is inderdaad. Dan kun je, als iemand zegt, hey, je bent een goochelaar, ja, doe eens een truc. Oh, ik heb niks bij. Heb je munt? Ja. Dat is een truc. Oh, daarover gesproken. Ik had het laatst ook toevallig, zegt iemand. Hey, je bent een goochelaar, ja, doe eens een truc. Toen zei ik ook. Wacht even, ik heb niks bij. Oh, toen zei ik toen. Want tegenwoordig heb ik wel iets bij me. Ja, het is niet te geloven. Zei ik, oké. Ik laat een truc zien. Zeggen, hebben jullie een munt? Hadden mensen een munt? Nou, die mensen zijn nu niet hier, dus ik pak even mijn eigen munt. Dat kan elke munt zijn willekeurig.
Dus ik heb jullie een pen, die hadden ze, maar die mensen zijn nog steeds niet hier, dus ik pak even mijn eigen pen. Maar het kan elke pen zijn. Je kan bijvoorbeeld een horloge lenen als je wil, maar ik pak even mijn eigen horloge. Even voor het idee, dit is een normaal horloge wat je gewoon kunt verdraaien in tijd. Dit is geen Infinity Watch, The Watch, hoe heet het allemaal? Een speciale horloge die je met iets op tijd kunt zetten. Dus dat is niet het geval. Leon, jij mag zo meteen draaien aan de knop als je wil. Zo lang als je wil. Minuutje. Allebei de kant op als je gewoon wat je zelf wil. En als je klaar bent, mag je de knop indrukken. Thank you. Ik leg het horloge hier ook even neer. Zo, ik leg de kaart even daar neer. Dit maakt het makkelijker. Zo. Oké, ik zal het even zo doen. Ik ga mezelf blinddoeken. Klaar. Zijn jullie nog? Ja? Oké. Okay. Nee, ik doe het zo. Ik ga mezelf blinddoeken. Jij mag, je mag je allebei je handen uitstrekken. Zo, dat is makkelijker. En je mag één hand op één van de voorwerpen leggen. Dus je mag zelf weten welke hand op welke van de voorwerpen dat je legt. Wat jij zelf wil. Mag je zeggen als je dat gedaan hebt. Ja. Heb je gedaan, je hebt erop gelegd. Ja. Oké, super. Dan mag je dat voorwerp naar voren schuiven. Dus helemaal weg van ons, zeg maar. Heb je dat gedaan? Ja. Oké, er liggen nog twee voorwerpen over. Dat klopt. Dat klopt. Eén van die voorwerpen mag je zelf pakken en het andere mag je naar mij schuiven. Dus voor alle duidelijkheid, we hebben dan drie voorwerpen. Eén heb je weggeschoven, zeg maar. Dat ligt nu ergens in de buurt van de kaart, laat het zo zeggen. Mm-hmm. Eentje ligt bij jou, eentje is bij mij. Dus het is duidelijk welke het voor mij is, welke voor jou is en welke apart ligt. Ja. Top. Oké. Okay. Hey, ben je er weer? Ik ben er weer. Wel fel ligt hier al die spots hierop. We hebben dus een horloge, dat ligt op tafel, zeg maar, bij de kaart. Ik heb de pen, zie ik, en jij hebt de munt. Ik heb zelf gekozen. Even voor het idee, Leon kan echt alles kiezen wat hij wil. Iedereen tijdens de trick kan alles kiezen wat hij wil. Dit is namelijk een tarotkaart. De tarotkaarten geven de toekomst aan. Nou ja, de toekomst, die geven dingen aan die in de toekomst zouden kunnen gebeuren. Zo wist ik dat we voor deze truc een pen, een munt en een horloge zouden gebruiken. Hoe? Nee, dat is toevallig. Dat staat gewoon op de decoratie. Maar, slaat niet ergens op dit. Maar de voorkant van die kaart geeft wel iets aan. Want, zou je die munt even... Hou die munt even vast zo, tussen je daar. Kijk. Ik ben de goochelaar. Daarom doe ik de truc. Niet jij. Logisch. Een goochelaar zwaai je altijd. Soms met goochelstok, zoals je net zag. Maar bij gebrek aan goochelstok zwaai ik met een pen. Op deze kaart staat exact deze voorspelling. Als ik die kaart naar omdraai, staat daar dat de goochelaar... Ben ik, goochelaar. Met de pen, ja, goochelstok, staat te zwaaien. Hé, hey, voilà. Ik zal het even zo doen. Kun je het even zien? Nee, de camera is zo. Ik zal het laten zien. Zie, ik zwaai natuurlijk. De andere persoon heeft een munt. Zie, een munt. Ook goochelaar. Die, ja, jij hebt ook een goochelaar. Dat klopt, maar vandaag niet. En op de tafel ligt een klok. Oftewel, horloge. De klok staat op, wat zouden we zeggen? 6:45? Zoiets, ja. 6:45, 14:07, 15:07. Je hebt zelf een horloge gedraaid. Ja. En die tijd staat op 6:15. Nou, dit vind ik dus echt een serieuze gaaf dingetje. Dit is... Die will be done. Ja, ze hebben een horloge wel verkeerd, dat maakt niet uit. En die will be done. Je krijgt twee tarotkaarten. Groot en klein. Nou goed, die kleine vind ik dus echt gewoon ideaal. Die past in mijn telefoon. En zo heb je altijd een truc bij. En een sterke hoor, want doe hem voor het publiek. Echt waar, doe het. En mensen, ik heb in de winkel heel veel verkocht, omdat mensen het niet begrijpen. En gisteren nog had ik mensen hier, en waar ik goochelaars hier, die vertelde ik over de truc eerst. Zei maar, nee, het is niet zo mijn ding, weet je. Nee, weet ik niet. Toen kwam een andere klant binnen. Daarbij deed ik deze truc. Dat hadden we moeten filmen. Serieus waar. Die werd, wat? Nee! Hoe? Die wil ik absoluut hebben. Toen zeiden de andere twee klanten, toen die man weg was, doe onze hulp maar. Dus, and I will be done. 27,50. Is het makkelijk? Nee, iedereen kan het doen. En even voor today, dit is mijn is eigen is makkelijk? Horloge. Nee, ja dus. Is het makkelijk? Wat zei ik? Nee, is het makkelijk? Ja, het is makkelijk. Nee. Ja, het is makkelijk. Iedereen kan het doen. Oh, je moet ook weten hoe het werkt. Zonder pen, zonder munt. Ja, je ontvangt de kaart. Maar het is gewoon mijn eigen horloge. Je kan het iemands geleende horloge. Natuurlijk kan het ook met een Infinity Watch of een andere smartwatch gekoppeld met wellicht aan een app. Zoals Timesmith of wat dan ook.
Als je interesse daarin hebt, laat dat weten eventjes. Alles kan, dan hoef je met het horloge... regelt de elektronica jouw horloge. Nu heb ik dat zelf gedaan, laat ik het zo zeggen. Maar dat kan met een geleend horloge, nog sterker. Geleend horloge, geleende munt, geleende pen. Dus 27,50, uitgebreide video, 2 tarotkaarten. And I will be done. Ik krijg een schorre stem van al dat gepraat. Ik moet even wat dingen verplaatsen. Maar dat komt ook omdat de vaste loren, zeggen wij, carnaval, langzaam in zicht komt hier. Ja, ja, nu al. En ik ga dit jaar weer meedoen met een liedjeswedstrijd. En gisteravond hebben we weer flink gezongen. Dus vandaar mijn stem ook niet helemaal up to date. Oeh, ik zie hier wat moois. Dit is Less is More. Kijk, we kunnen het effect wel doen, maar dan denken jullie misschien dat we weer wat hebben afgesproken of wat dan ook. Maar echt, dit effect is, ja, hoe zeg ik het? Er is nou laatst een nieuwe truc op de markt gekomen, die heet... Baffling Blocks. Ja, Baffling Blocks. Dat zijn eigenlijk in principe doosjes. Ja. Of blokken. Ja. Maar dit is veel mooier. Dit is mooi van hout afgewerkt, zoals jullie kunnen zien. Ja. Je hebt 3 mooie houten blokken. Ja. En daar doe je de truc mee. Ja. En wanneer was het? Gisteren was er een klant hier in de winkel. Ik zeg tegen hem, pak er maar 3 op. Pak er maar 2 op. Huh? Ja. En 1. Hè? Dit is gewoon eigenlijk een... Als ik het woord mindfuck zou mogen gebruiken, dat is dit. Ja. Want dit gebeurt eigenlijk in de toeschouwers zijn hoofd allemaal. Ja. Dus eigenlijk iets, hoe noem je het? Iets met... Ja, maar zo, wat er eigenlijk... Je zegt tegen de toeschouwer, deel 3 blokjes op wat jij zegt. Ik ben dit, zeg maar. Dan zeg je tegen de toeschouwer... Weet je wat gek is? Je hebt die 3 blokjes net opgeteeld. Maar wat nou als ik jou zou zeggen dat als je maar 2 blokjes opteelt, dat die 2 blokjes zwaarder zijn als zo net die 3 die je net hebt opgeteeld. Teel nog even die 3 blokjes op, ja? Oké. Okay. Zo meteen tel je 2 op, maar die 2 zijn nog zwaarder dan die 3 die je net hebt opgeteeld. Probeer maar, teel de toeschouwer op. En ik doe dat nu, dat zit te faken nu, dat is echt gewoon, jouw hoofd, dat klopt iets niet. Dan hebben ze dat gedaan, en dan zijn ze al verbaasd, en dan zeg je ook nog, maak het nog gekker. Want wat nou als ik zeg dat als je 1 blokje optilt, dat het nog zwaarder is dan dat je 2 blokjes optilt. Of 3. Til nog even die 2 op, ja, oké. Okay. Nu pak er eens 1 en til eens die 1 op. En dat is helemaal... Ja. Dit is een truc, nogmaals, op video kan je er niks mee. Maar vraag mensen die dit hebben. En echt, we hebben van de eerste partij kregen toen beperkt binnen, dus het was moeilijk leverbaar. Die waren volgens mij binnen 1 of 2 dagen weg, wereldwijd. Toen hebben we er nog een keer 10 of 12 gekregen ook. Die waren ook heel snel weg. Toen nog een keer volgens mij. Toen nog een keer zelfs. Maar we krijgen ze steeds maar heel beperkt. Toen kwam de Baffling Blocks. Naar mijn idee. Sorry dat ik het zeg, maar... het zijn wat jij zegt, doosjes. Hè? Metalen doosjes die dik geschroefd zijn. Wat ik als toeschouwer zou kunnen denken is... Wat zit er in die doosjes? En als ik houten blokken zie, denk ik niet. Wat zit er in houten blokken? En als ik eerlijk mag zijn... Dit is ook kleiner. Dit kan je goed vastpakken. Volgens mij moet je de Baffling Box met 2 handen, maar dat weet ik niet 100% zeker. Ik heb niet de hele PDF gelezen daarvan. Kijk, maar ik vind dit mooi. Dit is een houten natuurproduct. Dus verwachten niet dat er hier iets mee is. Nee, kijk, niks verkeerd over Baffling Box. Ja. Al zou ik hiervoor kiezen, en het heeft niet met commerciële doeleinden te maken, maar dit is gewoon veel organischer. Ja. Dat is het. Baffling Box overigens, komen we wel terug binnen, 49,95, maar zijn uitverkocht, wereldwijd zijn ze uitverkocht. Of iemand moet er prongelijk in de winkel ergens hebben liggen. Of er 200 gekocht hebben, dan kan natuurlijk ook. En Less is More, 109,95. Echt fantastisch. Je krijgt hier geen spijt van. Is het wel zo, dan doe je het truc niet goed. Het is echt... De eerste keer dat mensen hier in de winkel daarom vroegen, liet ik hem zien, dacht ik ook, gaat het werken? Toen dacht ik, het is meer zoals hypnose, weet je. Je doet het, maar je hebt geen idee of het werkt. Totdat je het doet, bij mensen. En mensen waren zo verbaasd, ik dacht, hè? Maar hoe? Maar dat is echt, goed sterk. Ja, is heel sterk. Less is more. Een aanrader, mensen. Een hulpmiddel. Een hulpmiddel. Maar wel een mooi hulpmiddel. Is dit. De Devil's Bandana. En dit is de Devil's Bandana van Lee Alex. Dit is de rode versie. Wat is een Devil's Bandana? Een Devil's Bandana is een doek waar je bijvoorbeeld de punten van bij elkaar kunt pakken. Op deze manier. Zo. Je neemt bijvoorbeeld een... ik pak een kaartspel hier, goed idee. Kaartspel gaat erin. Je gooit de doek open. Ik kijk, we zitten namelijk. Ik zal het zo even uitleggen. Je gooit de doek open en het kaartspel is spoorloos verdwenen. Voilà. Nee, het ligt niet op schoot en het ligt ook niet op de grond. Op mijn schoot, nee. Sterker nog, je zou zelfs de doek de punten weer bij elkaar kunnen pakken als je wilt. Zo, zo.
zo. Kan ook hoor, als je dat per se zou willen. En dan kun je het voorwerp ook weer produceren uit de doek. Dus het is niet dat het echt op tafel ligt. Ik heb dit niet geoefend trouwens, maar het kan wel. Het heeft nu te maken met mijn voorbereiding. Et voilà. Maar het is eigenlijk een Delftse doek, is eigenlijk een verdwijndoek. Zeer mooi gemaakt. Je ziet ook de magische bedrukking op. Dit is de rode variant. Nou, we hebben, ik laat ze even ingepakt zitten, ook een blauwe variant. Die is hetzelfde, maar dan in het blauw. En we hebben een zwarte, zoals je ziet. Dus die heeft hier iets andere. Die heeft niet die konijnen erop staan. Die heeft een wat andere decoratie, zeg maar. Ze kosten per stuk €32,95. Dus de Devil's Bandana bij Lee Alex. Mooie stof, mooi gehoord. Hele mooie glimmend, of glimmend, ja, niet glimmend ook, maar gewoon ja, glanzend, laat ik zo zeggen. Glimmend zou zijn dat je verblind kunt worden. Glanzende stof, soepele stof en speciaal gedrukt hiervoor. Dus zijn geen, laten we al stof kopen en daar duivenzoeken van maken. Het is echt speciaal hiervoor gedrukt. Aan bewijs van spreken past er een fles wijn in. Ja, fles wijn past erin. Dit is totaal voor gemaakt dus, maar het geeft aan hoe grote dingen kunnen zijn die je kunt laten verdwijnen. We hebben de truc bijvoorbeeld Sinterklaas verliest zijn hoofd, de goocheltruc. Die, de vorige maand. Die heeft zo'n hoofd. En vorige week hebben we ook geprobeerd, dat past er ook zelfs in. Dus bijna de helft van de doek zo groot. Is niet handig, maar het past er wel in. Dus de duivenzoeken, €32,95. En dit had ik toevallig ook erbij, ik doe mijn benen erachteraan. Dit is een dek met daarop leeuwen. Oftewel, één leeuw. 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 Twee leeuwen. Leeuw. We komen op leeuw. Hé, dat is toevallig. Hé, dat heet de leeuwdek. En de Leo-deck is dan ook een deck. Uitgebracht door Leo. Uitgebracht door Leo, zie. Dat is een mooi spel. Ik heb net open, maar ik heb er nog niet mee gespeeld zelf. Dus dan doe ik even een take 2, want ik wist niet wat ik kon verwachten. Nou oké, voor die deck, ik zit scheef voor. Je ziet het. Het ziet eruit eigenlijk als je dit niet zou zien, dit als, eigenlijk als bicycle kaarten qua bedrukking. De voorzijde is iets anders, het is een andere firma die drukt. Jokers. En de achterkanten boordevol, dezelfde als op de rugzijde staat, allemaal leeuwen. Ja, professioneel en super glad, dus dat is ook wel mooi. Het zijn geen goedkope bierkratjeskaarten, zoals wij het noemen, het zijn echt gewoon goede kaarten. Air cushion finish, zie je ook, linnen finish zit erin. Hier zou je perfect trucs mee kunnen doen, maar ook trucs mee kunnen maken. Dus als je deze drukkerij zou vragen, hey, druk mijn truc zeg maar, dan kun je perfect allerlei kaarten gegarandeerd mee maken. Geproduceerd door Leo. En het Leo deck kost €9,95. Dat is niet duur. €9,95 voor de Leo deck. Leo. Leo deck. Leo. Waar wil ik je nog wat in? Ik heb nog genoeg liggen hoor. Wees niet bang. Ik kijk even, ik spiek even op mijn telefoon puur hoe laat het is. Dat klinkt me stom. Zeg mijn horloge weer enigszins goed. Zo. Wij weer bij de tijd, hè? Dat is wel zo handig ook. Dan weten we ook hoe laat we leven. Zo. Ik heb hier een key tag, of hoe noemen ze zo'n dingetje? Ja, je zou het vaak aan het bot sleutelschuur. Dat zou je erop schrijven. En dan hou je dan de sleutel van je schuur. Ik wil je vragen, René, om daar iets op te schrijven. Iets op te schrijven? Ja. We hebben niks afgesproken, mensen. Nee. Echt waar niet. Als je het gedaan, dan mag je hem op mijn hand leggen. Even wachten. Beeld omhoog of beeld omlaag liggen? Hij ligt nu met. Je kan nu zien wat het is. Oké. Dan doe ik het even zo. Als het goed is, kan iedereen op de camera het ook zien. Ja, ik denk het wel. En als het goed is, kan ik hem nou zo mooi uitvegen met mijn vinger. Kun je nou nog zien of het is waar? Nu is alles uitgeveegd. Oké. Okay. Nou, wat mooi is, René, ik kan nu niet weten wat je opgeschreven hebt, maar ik ben een mentalist. Dus als ik zou weten, dan kan ik dit ding tegen mijn voorhoofd houden of wat dan ook. Maar ik weet niet bijvoorbeeld wat jij opgeschreven hebt. Dat lijkt me sterk, want jij hebt het uitgewist. Volgens mij heb jij je klok naar goed gezet. Ik weet niet of je dat nummer ook gezien hebt. Volgens mij heb jij 5. Ja. Klopt dat? Ja. Ik had de blokken erbij gepakt. Oké. Ja, dat wist ik niet. Ja, 5. Dat had ik me niet op geconcentreerd. Maar het klopt dus dat je 5 opgeschreven had. Ja. En in principe kun je hiermee mensen dingen laten tekenen, mensen dingen laten schrijven. En jij kan de informatie achterhalen. Ja. Ja. Heel mooi gemaakt hebben wij in blauw en in zwart. Zwart.
Het heet, heb je de doosje bij? Room 66 heet het. Ja, weet je, dit hang je aan je sleutelhanger. En als je iets cools wil doen, dan zeg je tegen iemand, goh, zou je iets in gedachten willen nemen? Maar vertel het niet aan de rest. Weet je wat? Schrijf het even op, dan kunnen we later checken met de rest. Ja. Of dat klopt, weet je wel. Schrijf het op. Nou goed, dan uiteindelijk raad je hetgeen wat ze op hebben geschreven. Ze kunnen, weet je wel, ze kunnen het aan andere mensen laten zien, daar gaat het om eerst. En dan neem je het terug, wist je het uit. Dan weet iedereen wat het is. Want als ze het hardop zou zeggen, zou jij het horen. Dus kun je het beter opschrijven. Er staan meerdere ideetjes op. Ja. Dus het is de eerste keer dat ik hem doe voor een camera. Dus ik hoop dat hij er goed op staat. Ja, je kan hem, hoe meer je doet, hoe soepeler dat je daarin wordt. Het is heel clean. Check de demo video maar. Dan weet je wat ik bedoel. Maar nog, je ziet hier ook, we hebben nu iets van ook meer dan 20 dingen klaar liggen. En we hebben zelfs nog niet de tijd gehad om enkele van deze echt te oefenen. We hebben wel veel video's gezien, maar het is echt zoveel mensen. Dat is niet normaal. 43,95. Room 66 van Magic Dream. Exclusief bij Dino Magic Shop. Ik heb hier iets groots. Iets groots. Ik heb hier namelijk... een grote soort van like bar, zeg maar. Komt dit in beeld? Dit komt in beeld. Oké, doe het zo. Maar blokken. Nog meer blokken. Nog meer blokken. Een grote like bar. En ik heb hierachter een nummer likes voorspeld. Waarvan ik denk dat Leon die gaat kiezen. Mensen, dit is ook niet afgesproken. En ik ben nu aan het denken of ik iets kan doen. Waardoor we weten dat het niet afgesproken is. Nou, Ik heb wel een idee. Kijk even weg. Zeg maar ergens stop. Stop. Oké. Doe het nog een keer. Wacht even hoor. Zeg maar ergens stop. Stop. Oké. Dan doen we... Zeg maar ergens stop. Pardon, stop. Pardon mag ook, oké. En zeg maar ergens stop. Stop. Ik had het ook gezien, ik pak deze, oké. Oké, wat ik heb gedaan, ik heb nu de blokken rondgedraaid zonder dat jij keek. En dan heb jij stop gezegd. Dus we pakken even de kanten die hierop staan, die ik niet heb gezien nog trouwens. 5, 6, 4, 1. Maar jij mag zelf kiezen op welke plaats gaan we die neerzetten. Op welke plek wil je deze zetten? Deze zet ik op 1. Hier. Oké. Deze, wil je op? Deze wel hier? Ja. Okay. Ik vind het eigenlijk 8 mooier. 8 is mijn lievelingsgetal. Niet afgesproken mensen. Wil je nog iets wisselen? Nee, ik weet ook niet wat erop staat. Maar... Dus jij hebt 6, heb jij 4, heb je hebt 8 en je hebt 5. Toch? Oké, okay, mooi. Ik ben benieuwd, want als we de likebar weghalen hier. Dit ding weghalen. Staat daar namelijk een voorspelling. En daar staat namelijk 6, 4, 8, 5. Dat wil zeggen 6485. Nou, volgens mij zitten we daar nog niet aan. Dat de voorspelling wel correct is. Ja, ja, dat betekent voorspelling is correct. Maar volgens mij is dat nog niet het aantal likes wat we al hebben op de site. Dus, ga heel snel naar @DynamicMagic. En like die pagina van ons. Like die pagina. Geef het aantal likes wat een extra boost. Nou, dit is dus de like prediction. En het toffe is, je kan... alle blokken er ook gewoon afhalen. Je kan de blokken aan alle kanten laten zien als je wil ook. Het frame oppakken. Het is echt zelfwerkend. Ja. Toch? Mensen hebben vrije keuze. Welke blokken, waar blokken komen, maakt allemaal niet uit. Het is compleet zelfwerkend. En het is natuurlijk ideaal, want je kunt gewoon mensen op een leuke manier eigenlijk sturen naar jouw Facebook social media pagina. Of Instagram. Ja, je kan ook zeggen, hé, ik vind op Facebook niks. Huppatee, geen probleem. Instagram erop. Of je zegt, ik maak er nog iets anders van en ik plak hier een logo overheen. Weet ik veel. Een vraagteken en er zit een pincode van iemand. Weet ik. Je kan wat je zelf wil. Ik doe het nu even zo, dan ga ik het nu kwijt. Like prediction. En de like prediction kost 169 euro. Ik zet hem bij het beeld. 169 euro. Prachtig gemaakt. Makkelijk te doen. Zelfwerkend. En je kan ook nog je social media pagina's een boost meegeven. En dat is wel interessant. Ook het feit, weet je wel, mensen, als je wil, ga je nu naar onze pagina en like je. Al die mensen, die 1000 mensen in de zaal gaan naar je pagina. Like, 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 like. Tik, 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 tik. We zijn wel goed op weg, hè? 8564. Ja, ze zijn donker gezond nu. Oké, okay. Ja, dat was de like prediction. Leon, heb jij nog iets?
Ik heb genoeg, dus even kijken. Ik zal het eens even afpakken. Want ik heb hier ook van alles liggen hoor. Ik heb hier van alles liggen. Ik heb hier een papiertje, René. Ik heb hier een voorspelling. Ergens. Kijk. Prediction. Ja, dat mag je er niet aankomen. Sorry hoor. En ik heb hier een kaart, hè. Kom maar lekker toch. En ik heb hier allemaal verschillende kaarten, zoals je kunt zien. Met allemaal verschillende vlaggen. United States. United Kingdom, United States zie ik. Zwitserland, van alles en nog wat. Maar ik wil je vragen om ergens stop te zeggen waar je zelf wil. Om een kaart te kiezen. Dus ik ga door de kaarten heen, dan mag je zelf een kaart kiezen. Oh, ik wil de Klaver 10. Klaver 10? Ja. Deze? Ja. Zeker weten? Ja, niet afgesproken mensen. Je had alles kunnen kiezen, dat weet je. Ja, maar het is... Maar je kiest de Klaver 10. Ja. Dan moet het zo sterk zijn als ik van tevoren voorspeld zou kunnen hebben dat jij voor de Klaver 10 kunt kiezen. Ja, dat kan niet, want die heb ik zelf net gekozen. Ik heb hier namelijk iets opgeschreven. En er staat op Canada. Ja, maar dat is niet en dan vraag je je af waarom dat er Canada bestaat. Want aan de achterkant staat de Canadese vlag. Tada. Heel glad? Nee. Kort lang? Geen voorspelling. Heel makkelijk te doen. Je hoeft er niks voor te kunnen. Je moet alleen een kaartspel open kunnen waaien. Ja, de plastic er vanaf kunnen halen. Ja, en de voorspelling kunnen schrijven. Around the World deck. Hé, hey, mensen, voor een prikje. 17,95. Ja, 17,95. Kant en klaar, je pakt hem uit. Je schrijft een voorspelling. En klaar. Ready to go. Ja. 17,95. Koop je. Serieus, vroeger hadden we trucs eigenlijk. Ik doe me denken aan, ik zou het niet noemen. Maar dan staat je al bij €25 en dan moest je alles nog zelf maken. Goed ding, goed ding. Hier zit iets in een zakje. En in dat zakje zit iets. Een plaat met daarin drie gaten in drie verschillende vormen. Een vierkant, een cirkel en een driehoek. Aan de andere kant zitten ze precies omgekeerd. Hoe kan dat nou? Heb je hier een driehoek? Ja, ik snap het niet. Zo. En hier zijn het wel hetzelfde, maar nee, het is onzin. Schoon een plaatje, geen... trucage. Maar, ik heb een voorspelling in deze zak zitten. Wij hebben niks afgesproken. Ik zeg het al, ik heb het 100 keer gezegd, maar mensen, het is echt zo. We kunnen het niet anders doen op video. Dan zouden we interactief moeten doen live en dan moeten vragen iemand, kies een figuur. Kies één van deze figuren. Driehoek, cirkel, vierkant. Het maakt niet uit. Hetgeen wat jij kiest, zeg van tevoren, zit in deze zak. En meer kan ik niet zeggen. Ja, zeker weten? Ja. Een cirkel. Een cirkel. Dat wist ik, want in de zak zit een blokje in de vorm van een cirkel. Zie je? Voilà. Een blokje in de vorm van een cirkel. Die vraag je natuurlijk af. Ja, maar wacht even. Ja, maar er zal ook wel een vierkant en een driehoek in zitten aan. Dat zou je denken. Maar deze zak is verder. Volledig leeg. Het is geen dubbele zak. Het is geen speciale zak. Het is gewoon zo, zoals het is. Ja, dit is een puzzel die Alcover Dokkum ooit ook al heeft gemaakt. Het is niet een idee van Alcover Dokkum, het is een bestaand iets. Alcover Dokkum heeft een tijdje verkocht. En Stevens Magic in Amerika, die hebben hem opnieuw uitgebracht. Schitterend gemaakt ook, met een speciale blokje. En een speciale blokje, ja, we gaan het niet laten zien. Maar wat mensen kiezen. Ook noemen, het is het altijd. Ja, en je kunt kiezen of je een blokje in het zwart wil. Ja, of transparant. Als mensen vierkant hadden gezegd, was het blokje vierkant geweest. Als mensen driehoek hadden gezegd, was het blokje driehoek geweest. En dat leg je weg en uiteindelijk is er niks anders meer. Je kan ook dat gebruiken voor je lezingen. En dan zeg je, mensen hebben altijd verschillende inzichten. De een bekijkt iets van die kant, de ander kijkt van die kant. En een ander perspectief. En dan kun je dat blokje gebruiken om perspectief aan te geven. Ook heel tof. 43,95, exclusief bij Dynamite. Echt een vet ding. Ook dit is eentje. Dat is wat anders dan anders. Leuk hebben dingetje. Ja, de Cognitive Facilitator van Stevens Magic Emporium. Met een knipoog naar Auke van Dokkum. 43,95. Nou. Ik heb hier nog van alles liggen. Ja, ik ook joh. Het lijkt alsof dat er geen einde aankomt hoor. We gaan gewoon lekker op. Maar ja, zoals jullie weten doen we af en toe ook, als we niks te doen hebben, dat komt niet vaak voor. Nee. Maar dan doen wij, meestal is dat dan thuis. Dan ga ik altijd geld drukken. Kijk, René, kun je even controleren? Dit lijkt mij op een soort messing.
blokje. Dat is een blokje. Ja. Mag je die andere ook even controleren als je wil? Dit is een soort groter blokje, maar dan zit er een soort spiegelbeeld 50 cent in. Deze mag ik ook even bekijken. En dat is de andere kant van de 50 cent. Leuk hè, als je dat messing blokje of schijfje hier bovenop legt. Kijk zo, rappakee. Ja. En je pakt dan dat dekseltje. Ja. Zo. Dit is namelijk een muntendrukker, of hoe moet je het noemen? Een muntendrukker. Een muntenpers. En als ik nou heel wat druk zo. Ah! Kijk. Dan kun je gewoon je eigen geld maken. Wat? Ja. Hè? En je mag alles controleren. En je handen zijn echt leeg ook. Ja. Dus het geld mag je zelfs meegeven als je wil. Het lijkt gewoon een echte munt ook. Dat is ook een echte munt. Kan je echt, hij krijgt gewoon geld maken. Ja. Jij moet wel even van YouTube afhalen. De vraag is wat het duurt, die blokjes of 50 cent muntjes? Ja, tof hoor. Ja, met dit is een gaaf ding. Verkochten we. Ja, dan krijgen we de nationale volgens mij drie maanden geleden, twee maanden geleden, deze laten maken. Speciaal voor ons, exclusief weer. Coinpress. Ze vlogen de deur uit. Uitverkocht. We hebben ze afgelopen maandag weer terug binnengekregen. De Coinpress. Schitterend mechanisch dingetje. Ja. Als je van een mooie. Ja, hoe moet ik zeggen? Zelfwerkende, mooi gemaakte spullen houdt, handgemaakt. Dan is dit absoluut iets voor jou. Kosten? Nee, €74,95. Ja, maar ja, als je het zo bekijkt, je kunt er wel. Ja, als je dat natuurlijk 150 keer doet, heb je er al uit. Waarom? Dat is een kompje. Ja, dan. Ga gewoon lekker door. Ik heb hier 5 kaarten. Ik ga de truc niet helemaal doen, want dat zou te lang worden. Ik heb nog dezelfde set kaarten. En normaal is het geval bij deze truc. Deze truc heet, voor het idee, Espionage. €20. Verkopen al jaren. Een van de best verkopende trucs ooit bij ons. We hebben echt heel veel verkocht. Normaal pak je toeschouwer een set. Jij een set. Je schudt allebei de kaarten en zegt tegen de toeschouwer. We gaan het niet helemaal doen hoor. Maar zegt tegen de toeschouwer. Denk aan een van die figuren die je hebt. De toeschouwer denkt eraan. Jij legt neer. Hij zegt tegen de toeschouwer. Oké, je mag jouw figuur op beeld op de naak neerleggen zonder dat ik het zie. Hij doet dat ook. Ik doe dat ook bijvoorbeeld. Ik leg erin neer. Zeg ik, oké, neem een tweede figuur in gedachten. Leg dat ook even beeld omlaag neer als je wil, bijvoorbeeld. Nou, dat zou de toeschouwer dan doen, bijvoorbeeld. We zijn de truc dan volgens mij toch alsnog aan het doen. Maakt niet uit. Neem een derde figuur in gedachten. Alleen in gedachten. Heb je er eentje? Ja. Oké. Okay. Ik wil dit truc helemaal niet doen, mensen. Maar goed, maakt niet uit. We doen het nog. Oké. Je hebt nog 2 kaarten over. Ik kan nog wel zien welke kaarten je moet een beetje wegdraaien. Als ik zou willen zien, zou ik kunnen zien. Daar heeft het niet mee te maken, deze truc. Neem er eentje in gedachten van die 2. Heb je? Ja. Makkie. Top. En we hebben allebei 1 kaart over. Die gaat er bovenop. Ja? Nu ben ik heel benieuwd, want neem de stapel kaart in je hand. Niks omdraaien stiekem. Welke kaart heb jij bovenop de stapel liggen? De cirkel. Welke heb jij als 2e liggen? De plus. Welke heb jij als 3e liggen? De golfjes. Welke heb jij als 4e liggen? Je net binnen beeldje bovenaan. En als 5e liggen. Ja. Oh. Ja, daarom, we hebben het daar op de camera ook. Nou, dit is espionage. Super sterke truc. Je kan hem op allerlei manieren doen. Echt hamer. Ja. Maar wat nou als je zegt, ja, ik ben niet zo van die symbooltjes. Ik vind het toch eigenlijk fijner als dit getallen zouden zijn. Als dit foto's zouden zijn. Als dit afbeeldingen zouden zijn. Nou, er is nu espionage point blank. En dat is dezelfde set kaarten. Nou ja, tussen haakjes. Dezelfde set kaarten. Ik ga hem even voor je openmaken. Je krijgt namelijk het zit mooi dichtgeplakt ook. Super handig. Je krijgt 2 sets kaarten die voor deze truc gemaakt zijn. Ze zijn niet zomaar blanco kaarten als je dat denkt. Daarmee kun je de truc doen. 2 keer 6 kaarten. Dus 2, 6 plus 6. Dus je kan hier dezelfde truc mee doen die wij deden. Alleen ik deed net 5. Die kan met 6 doen. Je kan hier alles op tekenen, plakken, printen, noem maar op. Maar als je zegt ja, maar dan kan ik die set niet meer gebruiken. Je krijgt nog een 2e set erbij. Dus je kan 2 complete sets, 2 trucs zeg maar maken. En dan krijg je exact op de routines erbij die je bij krijgt bij deze andere. Dus je kan espionage doen, maar dan met alles wat je wil. Schrijf er namen op, schrijf er merken op, schrijf er wat je wil. Dus je kan dus echt customizen voor elke act. En deze zijn nog makkelijker mee te nemen. Dit is gewoon eigenlijk buiten. Ja, dit zijn eigenlijk parlor size zeg maar. Dat kun je wel zien. Kijk als je het idee.
parlor size en dat is poker size. Dat is toch wel een verschilletje weer. Dus een 1,5 centimeter, hier 1 centimeter denk ik. Een espionage point blank. Blank, sorry. Dat kost €32,95, maar dan heb je 2 sets. En natuurlijk kun je er ook gewoon een ESP-symbool op tekenen. Maar ik zou je zeggen, koop dan de gewone versie, die is €20. Maar echt, als je dit goed doet, deze truc, we deden net even snel, want ik wil het niet eens demonstreren eigenlijk. Ook dit is er eentje waarvan de mensen echt zeggen, hoe dan? Verkeerd om. Nou, geef ik gewoon een sticker omheen zitten. Dit is niet te verklaren voor je publiek. Dat kunnen we gerust vertellen, want we hebben het zo vaak gedaan dat we weten waarover we praten. E-espionage en e-espionage blank. En verder hebben wij nog heel veel leuke dingen. We hebben bijvoorbeeld een jumbo-munt. Ja, en dat is ook een... En als je wil kun je die munt in je hand doen en laten verdwijnen. Of laten verschijnen. Ik weet niet hoe het eruit ziet, maar dat is even voor het idee. Dus dat is een jumbo-munt morgen dollar. En een half dollar jumbo-munt. Dus kun je ook hopelijk in je hand laten verdwijnen. En dan je ergens laten verschijnen. Dat laat ik graag aan jou over. En ik weet niet hoe het eruit ziet hoor, maar... Nou, van de zijkant indrukwekkend, maar volgens mij van voren nog beter. Dit is een Jumbo Morgan Coin. Ja, dus deze, en ja. Dit is de half dollar. Mooie verpakking, mooie munten, mooi gewicht. Ze glimmen. Ja, dus je ziet, als je het begin een camera ziet, ik weet niet hoe goed je het kunt zien. Maar dit is echt bijna een spiegel, zeg maar. Dit is echt hoogglans, shiny, zeg maar. Mm-hmm. En deze is wat... ja, wel glimmelijk, maar matter, zeg maar. Ja. Witter, laat ik het zo zeggen. Maar schitterend ook qua gewicht, hè. Ja, ik wil het niet beschadigen, maar... Jo, zo, het is niet een blikken muntje, het is echt een serieuze munt. 7,5 centimeter. Final load, ja, 7,5 centimeter als je voor een final load, weet je wel, ergens tevoorschijn haalt. Ik doe dit normaal nooit, dat soort dingen. Maar is het echt, het is niet van rubber. Heel tof. Het is gewoon echt ijzer. Ja, van Bluetooth Magic, nou, als je Bluetooth coin tricks van ons hebt gekocht al, we hebben daar de hele reeks van. Deze match je daar perfect mee. Schitterend mooi materiaal, professioneel materiaal. 28,50 per munt. Ja. Maar dan weet je wel dat je iets heel moois hebt. Ja. Ja, tof. Tof. Nou. ik pak even dit horloge. Normaal zou je dit dragen als je het in act doet. Ik kun je het echt dragen, want het loopt als een normaal horloge. Al klopt de tijd nu niet die erop staat, maar dat maakt niet uit. Ik ben heel even wat voorwerken doen hier. Je kan normaal de knop nog uittrekken ook, je kan eraan draaien om te laten zien, allemaal doe ik nog even niet. Dat kan je allemaal doen. Lukt het? Ja, ik ben even kijken wat ik nog moet pakken zo meteen. Oké, dat is wel een hele ding. Leon, zou jij een tijd in gedachten willen nemen? Even voor het idee, ik laat even de tijd zien die er nu op staat. Ja. Aan jullie allemaal. Dat ben niet iets af gesproken. Je hebt echt niks afgesproken, hè? Nee. Het had wel kunnen met deze truc, maar dat is niet nodig. Oké. Niks meer. Heb je niet meer wisselen, hè? Oké. Ik leg het horloge hier neer. Zou jij zeggen welke tijd dat jij in gedachten genomen hebt? Ik heb 8:27 in gedachten. Dat is zo'n tijd waarvan je denkt 8:27. Ja. Normaal zegt iemand dan 3:30. Dat zou ik persoonlijk handig vinden, maar jij zegt 8:27. Jij weet natuurlijk hoe de truc werkt en je denkt, ik zou dat kiezen, want dan kan ik dat zo doen. Hé, even een idee, je hebt deze tijd vrijwillig gekozen. Ja, 27 minuten. Is het de tijd dat je thuis wegrijdt als je hier naartoe komt? Nee, ik heb gewoon maar van tijd in gedachten genomen. Ja, oké. Dat maakt niet uit wat het is. Zou jij zelf willen kijken welke tijd er op het horloge staat? Ja, 8:27. 8:27. 27 minuten over 8. Ja, zie, 8:27. Ja, je kan dit nog veel mooier 20, maken, 27. Dit is de Infinity Watch 3, mensen. Infinity Watch 3. En Infinity Watch 3 heb je in twee varianten, hè? Dit is mooi, ja. De ene nog mooier dan de andere, als ik eerlijk mag zijn. Want je hebt een versie, ja, ik mogen dat zeggen. Je hebt de standaard remote en je hebt de grand remote. Ja, ik zou voor de standaard remote gaan, als ik zelf er eentje moest kiezen. Ja. Maar de pen remote. Kijk, het is echt zo. Ik bedoel, hij staat nu op 8:28. Hij loopt door. Als ik hem nu op de tijd van nu zou zetten, zeg maar. Voor het idee, je mag het best weten. Het is nu 4 minuten over 10 is het nu.
hier op dit moment op mijn horloge, namelijk hier. 4 minuten over 10. 4 minuten over 10, zeg maar. En het horloge ook op 4 minuten over 10. En nu loopt het ook verder, zoals de tijd is. En je ziet zelfs nu ook bovenop op de camera hoe het werkt. Want je zit hier achter de doos iets stiekems liggen. Ja, ik vind het eigenlijk gewoon een aanrader. Ja, het is echt... Want je moet 1 keer per jaar... Fantastisch. 2 keer per jaar moet je de klok verzetten. Ja, je moet, dan moet je de hele tijd hier aan een knopje draaien. Er zit een gewone horlogebatterij zit erin. Dat is ook gaaf. Het is geen oplaadbare ding. Alleen de afstandsbediening is oplaadbaar. Maar voor de rest, fantastisch. We hebben hem allerlei kleuren. Hij is momenteel wel nagenoeg uitverkocht. We hebben eentje met een normale afstandsbediening en eentje met een pen, volgens mij. Nieuwe voorraad komt binnen 1,5 maand. 274,95. Maar oh mensen, dit is een zeer vet product. Infinity Watch 3. En geen apps nodig. Nee. Dus het werkt altijd. Je hoeft niet bang te zijn dat je een update gemist hebt. Of dat er iets niet geüpdate is. Of die telefoon leeg is. Ja. Of er ergens een bugje in zit. Of wat dan ook. Zeker een aanrader. Ja. Oké. Okay. Ik heb nog wel luxe mee. Ik heb hier een munt. Een zwarte Chinese munt. En een rode Chinese munt. En een heel mooi lintje. Oké. En dan wil ik jou vragen, René, om dat muntje, of een muntje, een lintje, door een muntje te doen. Door welke? Eerst door de zwarte. Yes, en dan wil ik je vragen om het ook door de rode te doen. Yes. Kijk, dan wil ik je vragen om die twee eindjes vast te houden. Zodat je kunt zien dat de twee munten echt aan het touwtje vastzitten. Maar nu komt het, als ik wil, René, kan ik er overheen wrijven op deze manier. En dan kan ik heel mooi 1 munt los laten smelten van de touw. En als je wil, mag je alles controleren, maar Leon gaat nog een stapje verder. Als we het muntje aan de touw doen, op deze manier. Zo. En we doen het lintje hier overheen en deze hier overheen. En je blaast. Dan kun je namelijk die munt ook nog laten verdwijnen. En dan vraag je natuurlijk af waar die munt is, maar die munt die kun je overal laten verschijnen waar je wil. En dit is de truc N6 van N2G. Heel mooi gemaakt, degelijk, alles mag onderzocht worden. Komt met meerdere routines, waarvan dit er één van is. Volgens mij komt het met 3 of 4 routines. Ja, en normaal laten de mensen kiezen op welke munt. Ja. Sorry, dat was te vergeten. Ja, dus maar we kunnen laten kiezen. We zeggen, doe niet band eraf. Dan zeg ik iemand, welke heb je voorkeur? Rood of zwart? En dan haal je de munt van het lint af, zeg maar. Dat is nog verbazingwekkender. Dat ben ik even vergeten, maar... Ja, nee, dan zeg ik het even. Maar dat, voor de rest, inderdaad, er zit ook routines bij je zwarte munt, rode munt, zwarte munt, rode munt. En daarna kun je alles laten checken. En met lege handen verder. Zeer gaaf gemaakt. Ja. Ook dit weer, precisiewerk. Van N2G. Ja. Mooie munt. Heel compleet met alles wat je nodig hebt. En je krijgt meer dan wat je nu ziet. Dat kan ik alleen maar verklappen. En we hebben nog meer mooie Chinese munten. Volgens mij, of hebben we die al laten zien? We hebben die N5 hebben we de vorige keer laten zien al een keer. Met het, waar het rietje doorheen ging. Met de triple coins. Die hebben we ook, ja. Maar die hebben we beperkt. Dus die staan op de website inderdaad. Super triple coins. Allerlei soorten met Morgan dollars, met Eisenhower dollars, met replica's, met echte munten. We hebben van alles. Als je op N2G, N2G zoekt, zie je alles op dat gebied. Het zijn allemaal professionele, mooie dingen. Ja. En deze kost overigens €69, deze set. Met video-instructies. Ja, en het touwtje zit er ook. Heel compleet. En het touwtje, inderdaad. Touwtje. Ja, ik heb hier ook iets, iets gaafs. Dit is een... het laatste wondertje van Anthony Japp. Het zijn eigenlijk de 4 jaargetijden op een blok. Nou, even kijken of je het zo goed kunt zien. We hebben hier het wit, het van de winter, zeg maar. Je hebt het groen. Van, ja, je hebt daar een logica voor. Voor de zomer dan? Voor de lente, volgens mij is dit. Lente heb je is groen. Je hebt de zomer van het goud, van de zon. Dan heb je het koper van de herfst, van de blaadjes die vallen. Ja, lekker. En je hebt het wit van de winter, zeg maar. Zo, dat is zeg maar het idee. Nou, dit ding kun je gewoon draaien, zeg maar zo. Zie je? En dan kun je dit eroverheen zetten. En dan weten we niet waar het ding stopt. Ja, we gaan het er even over hebben, ja? Mag ik even wat demonstreren? Ja, mag.
als je draait en de kroker gaat over, het is even belangrijk dat mensen weten dat hij echt doordraait ook. Ja, dat maakt niet uit hoor, maar in principe hij draait gewoon door. We weten niet waarop hij stopt. En we gaan even nu vanuit, hetgeen wat jij straks thuis gaat zien, dat daar gaan we voor. Dus deze kant wordt zo meteen wat over hebben. We hebben nog iets, we hebben een doosje. En in dat doosje zit een zakje en in dat zakje zitten 4 munten, tokens noemen ze het ook wel. En dat zijn er 4 in verschillende kleuren. Ook in dezelfde kleur als de seizoenen zomer, winter, herfst en lente. En het enige wat ik zou vragen is aan Leon. Leon, zou jij één van die muntjes willen kiezen? Je mag zelf weten welke dat je pakt, of je deze. Wat jij zelf wil. Wacht eens in. Het is volledig aan jou. Dat maakt niet uit, want ik had er niks van veranderd, want de dingen hebben al gedraaid. Ik heb er één. Jij gaat voor die. Ja. Oké, zeker. Dan mag je de rest even in het doosje stoppen, dat weg is, zeg maar. Ja, perfect. Heel goed. Okay. Is er op een mogelijkheid dat ik kan weten wat jij gekozen hebt? Vooraf zou ik het geweten kunnen hebben wat jij zou kiezen. Ja, als we het af hadden gesproken. Maar je hebt zelf iets gekozen, zeg maar. Dat heb je nu in je hand. Dus ik kan eigenlijk niet weten wat dat is. Dat klopt. De vraag, welke heb jij ook weer in je hand? Ik heb het al gezien. Maar... De bruine. Bruine. Oftewel de herfst van de vallende blaadjes. En hier staat nu de bruine zijde, als je het goed kunt zien, dan boven laten zien. Oftewel de herfst die exact wijst daarna. Ik heb het echt gewoon weer compleet draaien, zeg maar. Dus het stopt altijd ergens anders op. Dit is de Aztec Monolith of Fate. De wat? Precies, de Aztec Monolith of Fate. Van Anthony Yap. Schitterend mooi gemaakt. Ja, zoals alle andere dingen is, die ja, het is eigenlijk, als je ooit Eye of the Idol van Tenyo hebt gehad, dan weet je eigenlijk hoe dit werkt, zeg ik nog. En ik vind dit nog veel mooier gemaakt. Het werkt volgens hetzelfde systeem. Compleet 3D geprint, met de hand geschilderd en noem maar op. En voor de rest is het, als je weet hoe het werkt, is het eigenlijk zelfwerkend. En ik heb gisteren nog wel mooi gezien. Je kan het meteen herhalen. Ja, ik heb al bezet besteld. Je kan het ook herhalen met een ander resultaat. Dus het is altijd anders. Ja, dat eigenlijk. €179, nogmaals, de Aztec Monolith of Fate van Anthony Yap. En als je hiervan houdt, dus hou de website in de gaten, want er is als het goed is weer eentje online. Ja, daar komt weer eentje binnen nu en 2 weken komt de nieuwste uit. En dan heb ik hier nog iets leuks. Nee, ik heb hier een drankspel. Pick a drink. Pick a drink. En dat zijn allemaal drankjes. Uh-huh. Waar we zo meteen op terugkomen. Ik zal het doosje hier neerleggen. Ik heb hier namelijk 4 voorspellingskaarten. Oké. Okay. Zo vaak doe ik hem, hè. En ik heb hier allemaal verschillende drankjes geneden. En ik ga die drankjes 1 voor je neerleggen. Uh-huh. 4 stapeltjes. Uh-huh. Jij mag stop zeggen waar je wil. En dat houdt in, als je stop zegt, uh-huh, mag je zelf kiezen welke van die 4 kleuren, uh-huh, ik op het stapeltje mag leggen. Oké. Okay. Ja? Ja, zover ik weet werkt ook met een voorspelling. Die werkt ook met een voorspelling, dat klopt. Dan ga ik help je eventjes. Ik help je eventjes. Een voorspellingsdrankje eruit halen. Oké, top. Maakt niet uit, ik help je wel. Kijk, daar gaan we. Ja. Ik ga mag stop zeggen wat ik, ja, je mag, okay, stop zeggen waar je zelf wil. Maar niet te lang, want je moet 4 stapels maken. Ja, snap ik. Stop. Dat is snel. Ja. Kies een kleur. Groen, dat is voor mij groen in ieder geval. Ja. Daar gaat hij. Dan delen we weer. Stop. Welke kleur? Bruin. Deze dus. Ja. Stop. Welke kleur? Geel. Geel. En dan delen we hier door. Stop. Oranje. Oranje. Ja, is een beetje over. Eerlijk? Ja, super eerlijk. Ik zal het even zo doen. Dan kunnen mensen zien dat we verder niks raars doen. We hebben 4 voorspellingskaarten. En waarschijnlijk hebben we 4 drankjes gekozen. Zeker, want als het goed is ligt niet langs elke kaart. Inderdaad. De gekozen kaart, dat is logisch. Weet je, zo dan goed op beeld houden, mensen. Kijk eens. Niet corrigeren, maar gewoon even het. Hoppa. Ja. Oké. Okay. Nu komt het, René. We gaan de drankjes even omdraaien. We hebben hier een whisky. Whisky, altijd een lusje wel. Lekker. Verzoeken lekker. Normaal zeggen we even presenteren we dit altijd richting de toeschouwers. Die zitten daar normaal gesproken. Maar we doen voor de camera doen even zo. Dat is een beetje, ja, dat. Ja. Dus de whisky matcht qua kleur wel een beetje. Ja, ja. Dan heb ik hier de Irish Coffee. Bruin, koffie, klopt. Ja, klopt. We hebben de Negroni, die matcht ook. Rood, en we hebben
De Envy. Die klopt helemaal. Match ook. Ja, ja. Maar het mooie is, ik heb hier nog allemaal voorspellingen op staan. Hier staat op. One of the drinks has coffee in it. Ja, koffie. Ja. Dat is eentje, dan zit geen koffie in. De volgende. Two of the drinks have fruit on them. Niet, niet. Wel, wel. Ja, ja. Daarna. Twee stukjes fruit op de glazen. The first letter of each drink reveals the identity of the mixed drink. En normaal leg ik het zo, zeg erbij. Dus als we dat dan zo kijken, dan heb je W-I-N-E. Wine. Wine. Oké. Okay. Oh. Wine. En de voorspelling is inderdaad wine. Inderdaad, dat klopt ook. Okay. En de laatste. Ja, dan ben ik benieuwd hoe dat dan nog is. Want... Congrats, you managed to stay alive. Ja. Want als je iets anders gekozen had, René, dan hadden we een groot probleem gehad. Want dan was je gewoon vergiftigd. En dan had ik hier morgen alleen gezeten. En dit is Pick a Drink van LKSM. Kom met meerdere routines, even voor de idee. Ik kan niet anders laten zien, maar het komt bijvoorbeeld met de Blanco kaas waar je zelf iets op kan schrijven. Kun je dan zelf maken, schrijven. Ja. Ja. Verder komt het nog met bierkaarten. Ja, een soort wildcard. Ja, dat is voor een wildcard routine. Ja. En ja, er zitten meerdere mooie routines bij, maar we kunnen er helaas maar eentje laten zien. Ja. En ja, dit is weer iets waar ik van denk. Weet je, dit is niet echt iets met kaarten en drank, daar houdt iedereen wel van. Ja, ik zou zeggen, bestel hem. €40,95. En je hebt een superleuke truc. Ja, mee eens. Ik bereid hem nu niet goed voor, maar ik doe het even een beetje opruimen en laten we hier even... Ja, doe wel zo. Pick a drink, inderdaad. Inclusief uitgebreide video-instructies, zoals je dat gewend bent van LKSM. Dat moet ik Ja, en er zit één mooie routine bij. Dan heb je dus allerlei drankjes. Toeschouwer mag creperen en die legt bij jou een drankje neer voor jezelf. En bij jou een voor zichzelf, bij jou een voor zichzelf. En uiteindelijk heb jij dan allemaal bier. En de toeschouwer heeft poison. Of je hebt allemaal whiskies en de toeschouwer allemaal... Ja, ik zou zeggen kopen, maar dan zie je vanzelf wat er allemaal bij zit. Dat is gewoon een superleuke truc. Ik laat even iets zien. Dus, we kunnen erover vertellen, maar ik probeer er iets mee te laten zien. Maar het is niet geoefend van dan ook. Spelkaarten, ik heb even dit gepakt. DMC deck. Daarom ga ik hem ook niet laten signeren. Maar je kan ook maar geloven dat er van elke kaart maar één in het spel is. Pak er ergens een kaart uit als je wil. Ja, het houden gaat goed. Laten we ook even wat zo doen. Camera. Oké. Okay. Zou je de kaart willen terugleggen? Top. Eerlijk, hè? Ja. Oké. Okay. Ik heb geen idee waar jouw kaart nu... Wat is jouw kaart? Nee, dat was niet druk. Waar jouw kaart nu zit. Maar, ik zou je willen vragen... Schud de kaart zelf even goed door elkaar. Want ik heb hier nog een mapje liggen. Ik zal even pakken hier. Zo. In mapje. Goed. Mag jij mij vertellen of de kaart die jij hebt gekozen, welke dat was? Of je even zou willen aanwijzen. Ik had... Nee, ik zie niet meer. Wat had je? Ik heb niet gezien natuurlijk. Ik had een hartenboer. Ah, dat kan ook niet. Want in mijn mapje, waar ik altijd mijn pasje zo in bewaar, zit namelijk één kaart, zoals je ziet. Zie. En dat is de hartenboer. Nou, het is een 40D. Dit is de Jameson Wallet. Ook exclusief via LKSM bij Dino Magic Shop. Jameson Wallet. En het is eigenlijk een heel plat mapje. Een minimalist noemen ze dat. Ja, hè? Ja, geen portemonnee. Maar het is een mapje waarin je een kaart kunt laten verschijnen eigenlijk. Ik kan hem heel makkelijk laden. Het ziet er elegant uit ook met de rits. Ja. Vind ik. Terwijl, ja. Makkelijk mee te nemen. Je kan hier inderdaad je passies in bewaren. Dan heb je altijd een, ook een item bij je. Dus als je dit nou meeneemt. Een kaartspel. En die tarotkaart die er ook daartussen stopt, zeg maar. Stop je nog een muntje hierin als je wil. Klep er nog een pen aan. Dan heb je gewoon al. En dan heb je al twee toffe trucs bij je. Jameson Wallet. Mooi dingetje. €48,95. Het ruikt ook naar leer. Van Ian Bailey. Lane Bailey. Nee. Ian Bailey. Hoe kun je naam?
48,95 van elke zijn compleet met video-instructies. De pasjes krijg je niet erbij, dat zijn mijn eigen pasjes. Dus aanrader, Jameson Wallet. Ik heb niks meer. Ik had er nog eentje in mij. Kijk, ik heb gespaard. Kijk. Je hebt gespaard. 2 cent. Nou. En ik heb hier ook nog 50 cent. Nou, 2 cent kun je niet eens meer betalen. Dat is geldig gelot. Nou. En nog een keer 10 cent. Wat koop je voor 72 cent? Weet niet. En ik heb... Dan kon je nog een of andere Mars of Snickers of Bounty kopen. Een paar van die dopjes. Cent, oh, sorry. Ja. En de bedoeling is dat je de 50 cent gaat volgen. Ja. Deze dus. Ja. Die gaat in het midden. Ja. De 10 cent gaat hier. Hoppakee. En de andere 10 cent gaat hier. Ver. Nu komt het. Ja. Volg de 50 cent. Dat is zo moeilijk. Die ligt in het midden. Dan gaat hij. 1, 2 en 3. Ja, midden. Ja. Ik zeg dat hij in het midden zit. Ik ga eens kijken. René heeft helemaal gelijk. Maar ja, dat was het begin, hè? Dat was het begin. We gaan opnieuw beginnen. Volg de 50 cent. 1, 2, 3 en 4. Je denkt dat de 50 cent hier zit en dan heb je het helaas mis als je denkt dat hij hier zit. Helaas, want de 50 cent zit hier. We doen het nog een keer, René. Wacht even. Het gaat een beetje snel. 50 cent, 10 cent en 10 cent. Ja? Let goed op. Waar is de 50 cent? Ja, daar. Ja, maar we zijn er niet begonnen. Daar gaat hij. Ik zal ze een beetje uiteen leggen. Dit muntje even naar voren. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Ik vergeet op te letten. 4. Serieus. Ik ga gokken, want ik heb niet goed gevolgd. Ik was even gedachten. Deze. Ik heb echt geen idee. Dan heb je het helaas fout. Als je deze gekozen had, René. Ook en deze ook. Weet je wat, zal ik het iets makkelijker maken voor jou? Ja, graag, want ik was er niet op. Weet je wat, ik zal dit dopje hier overheen zetten. Ja. 10 cent, dan doen we die gewoon even opzij. Ja. Oh, doen we maar 2. En dan hebben we hier gewoon de 50 cent en de 10 cent. En dan wil ik ook gewoon vragen om, is misschien iets makkelijker voor jou. Daar gaat hij, hè? Ja. 1. Ja, makkie. 2. Ja, dat kan ook. Nou weet je het nog, hè? Ja. 3. Ja, hou stop, ja. 4. Ja, 5. Waar is die? Denk je dat die hier zit? Ja, 100%. Helaas. Stel voor je had deze gepakt, René, dan had je die helaas ook fout, want de 50 cent die zit hier. En dit is de truc genaamd Brass Coin BCC Monte. Ja, dit is, en dat is heel makkelijk te doen. Dit is vet hoor. Ja, ook weer een pareltje. We hebben dat 3 maanden geleden laten maken, dit ding. We dachten er toen veel te hebben. En ik liet het even in onze livestream zien. Let op, in de livestream zie je vaak al dingen voordat ze uitkomen op de website. Dus een tip om te kijken. Toen gingen ze heel hard. Toen hadden we er nog een paar over. Zeiden we, nou weet je wat, we laten ze in de winkel zien wel. Dan gaan we ze niet nog op de website zetten. Dan gaan we eerst nieuwe laten maken. Maar toen dacht ik, ach, weet je wat, ik zet ze toch even op de website. Nou, binnen 1 dag alles weg. En in de winkel hier ook. Iedereen die het zag, echt, kocht erin. Inmiddels hebben we afgelopen maandag, dus we hebben hem nu weer. Hij is makkelijk, het is ook dit weer mooi handwerk met de hand gemaakt allemaal. En je krijgt waar voor je geld. En de routine kun je doen hoe je zelf wil. Ja, je hoeft het niet zo lang te maken, je kan hem lang, ja, kort. Ja, kort, lang. Ja. Inclusief uitgebreide video-instructies door Leon. Die leert je echt heel duidelijk alle mogelijkheden, alle moves en noem maar op. Het enige wat je zelf toevoegt zijn een paar extra muntjes, Nederlandse muntjes gewoon, dus dat is very easy. Kost 54,95. Ja. Daarmee zijn we nu al, aan het einde gekomen van deze, volgens mij, langste update ooit. Lezingen, vragen mensen. Hey, wanneer komen er bij lezingen? Nou, we hadden lezingen op het programma staan, nog niet voor jullie openbaar, maar voor ons wel. Die zijn nog steeds afgezegd, want de mensen die moesten reizen, ook vanuit Amerika bijvoorbeeld, durfden het niet aan. Je zit natuurlijk met quarantaine op het moment dat je gaat toeren door Europa en landen mogelijk dicht kunnen zijn of open. Met alle regels is dat gewoon niet te doen voor die mensen. Dus op dit moment staat er nog niks gepland qua lezingen. Maar hou onze website in de gaten. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Ben je nog niet ingeschreven, ga naar onze website. Helemaal onderaan scroll je even naar nieuwsbrief. Dan kun je ergens... Dat is wel nog één evenement wat we misschien kunnen vermelden. Kun je inschrijven voor de nieuwsbrief. Vertel. Crazy Carousel. Dat gaat 100% zeker door, hè, januari. Ik zag... Nee, dat is niet in januari, voedsel. Maar ik zag in ieder geval een bericht voorbij komen dat Leo Smetsels weer een Crazy Carousel dag had. Oké.
Oké, okay. Ik heb zelf niet gezien. Nee, de datum heb ik even niet bij de hand. Nee, oké, maar dat hou je social media in de gaten. Dan zie je dat vanzelf. Voor de rest, ja, onze winkel is gewoon geopend op de normale openingstijden, zeg maar. S'morgens op dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot half 1. Van half 2 tot 5. En zaterdag van 10 tot 4. Zaterdag van 10 tot 4. Maar ook online ben je van harte welkom om je bestelling te plaatsen. Of in de livestreams op dinsdagavond. Elke dinsdagavond. Komende week nummertje 75 alweer. 75ste video. We doen dat al vanaf maart vorig jaar. Nieuwe en gebruikte goocheltrucs voor interessante prijzen. En je weet nooit wat je gaat zien. Ja. Maar het zit altijd wel. Ik denk dus dat mensen zeggen, ik heb dat nooit gezien. Ik afgelopen week ook. Dat ik denk, huh? Ik dacht dat ik wist wie de uitvinder van iets was. Maar wat bleek, nee hoor. Het was nog ouder dan dat ik al dacht. Er komen leuke dingen bij. Ik had zelf ook geboden, maar ik was net te laat. Ja. Oké. Okay. Maar dat heb je wel eens. Ja, 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 ja. Maar wil je er meer over weten, we hebben een speciale Facebookpagina gebruikt. Gokkelcollectie, volgens mij een gokkelcollectie. Livestream gebruikte gokkelartikelen. Ja. Heet die. Als je dat zoekt op Facebook, vind je de pagina. Kun je ook liken als je wil. Dan blijf je op de hoogte wanneer er nieuwe uitzendingen zijn. Met de link naar de uitzending. Ja. Dat is het tot nu toe. Ja, dat was even een lange update. Het was een lange update. We hebben alles gehad in ieder geval. Dus, ja, de dag is gekomen. We zijn 9 uur begonnen. Het is nu 5 uur. Ja, ik zal de deur zo dicht maken. Nee hoor. Zou niet goed zijn. We hebben tussendoor wel klanten gehad. Want we konden niet anders dan onder openingstijden werken. Daar vandaar dat je af en toe een knip ziet. Mensen, bedankt allemaal. En tot de volgende keer. Bij nummertje 130 in oktober. Doei doei. Doei, doei.